Denkt u dat Richard de Mos schuldig is of niet? Maar wie is die Richard de Mol? De Mos. Die Orlando de Mol ken ik wel, maar Richard de Mos. Ja. Mos. Wie is hij dan? Dag mevrouw, wat vindt u van Richard de Mos? Geen flauw idee wie dat is. Kent u hem niet? Nee. Wat vind jij van Richard de Mos? Ik vind het topgozer. Topgozer? Het is gewoon een aardige man. Ja. Ja, ja. En vertrouw je hem ook? Geloof jij in zijn onschuld? Zoals hij zelf beweert? Ja, dat moet dadelijk blijken, hè? Ja, ik kan niks zeggen over hem. Hij lijkt me een eerlijke gozer, zoals hij overkomt. Maar je kunt je vergissen in mensen. Dat heb ik al meegemaakt in het leven, ja. Meerdere malen. Dus, ja, ik heb niet zoveel met die populistische mannetjes. Dus nee. Vindt het een populistisch mannetje? Een beetje wel, ja. Nou, voor mij mogen ze hem vastzetten. Vastzetten? Ja. Oké. Die man die is gewoon fout bezig geweest. U vertrouwt hem niet? Nee, ik vertrouw helemaal niemand meer. Als hij fraude pleegt, dan moet hij er ook voor gestraft worden, vind ik. Ja, maar dat is nog niet bewezen dat hij het heeft gedaan, hè? Nee, maar dat zal wel best wel komen, denk ik. Dag mevrouw. Hallo meneer. Wat vindt u van de rechtszaak rondom Richard de Mos? Volgt u dat een beetje? Ja, maar ik ga maar niet hardop zeggen wat ik ervan vind. Oh, waarom niet? Denkt u dat Richard de Mos schuldig is of niet? Maar wie is die Richard de Mol? De Mos. Die Orlando de Mol ken ik wel, maar Richard de Mos. Ja. Mos. Wie is hij dan? Wat vindt u van Richard de Mos? Ik heb het een beetje gevolgd en ik heb er twee gedachten over. Want ik begrijp dat standpunt wel van ombudspolitiek. En dan ben je nou verwant met wat ondernemers doen. Maar het riekt aan de andere kant wel naar corruptie natuurlijk. Dus ik volg het gewoon. Ja. En u wacht af wat de rechter ervan vindt? Ik vraag af wat hij ervan vindt en wat de motivatie zal zijn. Ja. Want er zitten wel twee kanten aan, denk ik. Richard de Mos, daar heb ik het laatst eens een keer over gelezen. Iemand met een bril op, dat weet ik wel. En als hij zijn gezicht ziet, ja, dan zie ik toch wel aardig mensen in die face. Ziet u dan ook iemand waarvan u zegt, nou die vertrouw ik, blind? Die zou nooit aan corruptie doen, omkoping? Nou, nee, ik zou weer gezegd niks van hem verdenken. Die uitstraling, ik bedoel, nee. Persoonlijk denk ik dat hij schuldig is. Oké. U vertrouwt hem niet? Nee. Wat vind je van Richard de Mos? Het is een Haagenees die voor de Haag staat. Ja, en gelooft u in zijn onschuld, zoals hij zelf beweert? Ja, dat denk ik wel. Laat ze het maar bewijzen. Laat ze maar bewijzen dat hij schuldig is. Is het niet een beetje een grijs gebied waar ja, nou, dat bedoel ik. Zich in bevindt? Ja. Daar zit het in. En op zich kan zo'n rechtspraak daar wel duidelijkheid in brengen. Dus dat is een voordeel. Ik vind het wel lang duren. En die man is dus in discrediet gebracht voordat hij veroordeeld is. Ja. En dat vind ik heel onjuist. Eigenlijk is hij al veroordeeld. Ja. Zo lijkt het. Nou, in de praktijk wel. Ja. En in zijn politiek functioneren wel. Dank je wel. Ja, dank u wel. Oké, het beste, hè? Ja, tot ziens. Ja, beste. U ook. Dag. En mevrouw. Ga je het helemaal stoten, hoor? Hele stof. Ja, leuk.